Dank u, voorzitter. Wij hebben met een aantal collega's een brief aan de Kamer gestuurd. Die heeft u ook mooi rondgedeeld. Om een strafrechtelijke vervolging aan te bevelen bij de Hoge Raad over het kabinet. En dat staat ook op de stemmingslijst. Mijn verzoek zou nou zijn, dat is een serieuze zaak, om eerst een debat te houden, wat je hier ook van vindt. Ik denk dat het dat wel verdient, een debat te houden in de Kamer over onze brief, de aanklacht. Kunnen we die toelichten tegen de leden van die ministerraad? Rutte 3, die opzettelijk informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer, daar gaat het om. Een strafbaar feit kunnen we niet zomaar laten passeren. Eerst een debat en daarna pas erover stemmen. Dank u wel. Ik kijk even naar de Kamer of er steun is voor het verzoek van de heer Wilders. De heer Van Ispen. Voorzitter, een verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht rechtvaardigt inderdaad een apart debat. Volgens mij moet dat, gelet op de termijnen die er gelden, dan niet al te lang op zich laten wachten, als ik het goed heb. Maar dat laat ik vervolgens natuurlijk aan u over. Dus steun van de SP voor dit verzoek om hier een debat over te houden. Steun voor het debat. De heer Van Baarle, denk. Ja, voorzitter, het overweging nemen van de aanklacht is inderdaad een serieuze zaak. Wat er met al die ouders is gebeurd in de toeslagenaffaire, dat is een nog serieuzere zaak. Het lijkt mij heel goed namens de fractie van DENK dat wij een debat houden in dit huis zo spoedig mogelijk hoe de leden van het kabinet hier verantwoording gaan afleggen in de richting van een strafrechtelijke vervolging. Dus u steunt het debat. Dan kijk ik naar mevrouw Belhaai, D66. Geen steun. Mevrouw Tellegen, VVD. Geen steun, we kunnen zo gewoon stemmen over de brief. Geen steun, de heer Van Raan, Partij voor de Dieren. En dan de heer Jansen, Forum voor Democratie. Dank u wel, steunen, voorzitter. Steunt het debat. De heer Freek Jansen, Forum voor Democratie. Steun. Mevrouw Kuik van het CDA. Geen steun. ChristenUnie. Geen steun. Geen steun. De heer Van der Lee, GroenLinks. Geen steun. Geen steun. Mevrouw Van der Plas, BBB. Wij steunen. Steun. Dan mevrouw Simons, bijeen. Steun, voorzitter. Steun. De heer Van Hagen van de Groep van Haga. Steun. En dan de heer Dassen van Volt. Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid. Geen steun, voorzitter. Steun. Ik kijk even nog. Geen steun. Sorry, excuus. Geen steun. Geen steun. Even na. Ik heb geen bezwaar tegen uitstel, maar geen steun voor het debat. Geen steun voor het debat. Daarmee is er geen meerderheid voor uw verzoek. Nee, voorzitter, ik hoor dat, staat u me toe dat ik daar kort op reageer. Want nogmaals, het is een serieuze zaak. Als een burger de wet overtreedt, dan weet de officier van justitie hem niet snel genoeg te vinden. En nu hebben we een premier, nu hebben we een kabinet, die blijkens notulen uit de ministerraad toegeeft dat de Kamer stukken bewust niet heeft gekregen. En dan gedraagt de Kamer zich niet als leeuw, maar als lam. En zolang dat gebeurt, zal er in Nederland en in deze Kamer nooit wat veranderen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. En dan stel ik voor dat wij gaan stemmen, in ieder geval over het verzoek. Dan geef ik het woord.